Bart van Loo. Matthijs. Even fatsoenlijk introduceren. Vaak hier aan tafel gezeten. En al die keren zongen we samen uit volle borst Franse liedjes. En jij leidde dat in, als geen ander. Daarna hadden we even geen contact, want jij was druk. En we weten nu waarmee. Jij was ontzettend druk om dit vuistdikke boek te schrijven. Napoleon, de schaduw van de revolutie. Ik heb het gelezen met ontzettend veel plezier. Ik wist iets van Napoleon, middelbare school. Maar ik weet wel dat over Napoleon een bibliotheek geschreven is groter dan het Louvre bijna. Ik bedoel, er kan bijna geen boek meer bij. En toch dacht jij, er komt een boek bij. Namelijk mijn boek. Inderdaad, het zit al lang in mijn lijf. Dit moest uit mijn systeem. Het is begonnen in 1985. Ik was 12 en ik wou en ik zou mijn stamboom samenstellen. De edele kunst van de genealogie. Zeker. En als snuffelende snotap speurde ik mij een weg door mijn familiegeschiedenis. En dat liep lekker tot begin 19e eeuw. En plots was alles in het Frans. Ik dacht, mijn voorvader, Joseph van Loo, werd in Vlaanderen plots in het Frans geboren en heette ineens, daar is hij, Joseph van Loo. Dit heeft trouwens bij het schrijven altijd in mijn werkkamer gehangen. Die acte heeft mij moed gegeven. En ik stelde dus plots vast, Franse overheersing, alles in het Frans. Er was een man die het voor het zeggen had, een zekere Napoleon Bonaparte. Ik snuffelde verder. Een andere voorvader die deserteerde uit het Napoleontische leger. En ik dacht als 12-jarig knaapje, wie is in godsnaam die man? Ik word ouder, ik schrijf boeken. Mijn eerste boek, Parijs Retour, in de sporen van Franse schrijvers. Victor Hugo, Les Misérables, De Drie Musketeers van Alexandre Dumas. Balzac. Die twee schrijvers zijn zonen van generaals van Napoleon. Balzac is de eerste schrijver waar ik echt van ben gaan houden. En terecht, want hij is de man die nog voor Tolstoj en Dostojevski de blauwdruk heeft gesmeed van de moderne roman. Die spiegelde zich aan Napoleon. Daar heb je hem. Je staat trouwens in Napoleontische houding. En wat was Napoleon zijn? Niet met het zwaard, maar met de pen. Ik schrijf een nieuw boek, een literair kookboek. En daar leer ik dat Napoleon l'homme pressé is, de gehaaste man. Aan tafel schrokt hij zijn eten naar binnen. Zijn disgenoten hebben net nog de tijd om hun servet open te vouwen. Hij staat alweer recht. De etiketten vereist dat je mee recht staat. En met een lege maag de tafel verlaat. Ik maak een boek over erotiek en pornografie. Daar is hij ook l'homme pressé. Ook in bed moet het vooruit gaan. Hij zou zijn, het zijn er om bij de 65 minaressen bij voorkeur bestegen hebben zonder zijn zwaard af te leggen, Matthijs. Kinky. Om het vooruit te laten gaan. Bij Chanson loopt hij mij ook voor de voet. Enfin, ik moest op een dag... Hij kruiste voortdurend je pad en op een gegeven moment dacht je... Moet het gebeuren. Ja. Maar goed, het leven is kort, dat weet jij ook. Ja, en hoeveel jaar heb je aan dit boek gewerkt? Ik heb hier 2 jaar aan gewerkt, maar ik ben 2 jaar van je leven heb je gegeven aan die man. Ja, terwijl er al zoveel over geschreven is natuurlijk. Het is de meest gedocumenteerde figuur uit de geschiedenis. Er zijn boeken geschreven over zijn schoenen, over zijn hoeden, over zijn vrouwen, over zijn paarden, over zijn geslachtsorgaan. Je kunt zelfs exact weten wat hij vandaag, dat heb ik even nagekeken, vandaag, 210 jaar geleden, wat er op dit moment in de familie Bonaparte door de kamer ging, wat er geroepen werd. Er werd geroepen over ons lijk. En dat waren de zussen van Bonaparte, want die weigerden tijdens de keizerskroning de mantel, daar hebben we het beeld, van Josephine te dragen. Dus als we dat allemaal weten, ik werd om niet verpletterd te worden door al die informatie, ja, maar Bart, had ik een kompas nodig. Om niet te verdwalen in die Napoleon jungle. Nee, je had een kompas nodig, dat dacht jij op een gegeven moment. Maar ik zou ook denken, met een gezond stel hersens, heb jij ook, nou ja, als er al zoveel genoteerd is en er is zelfs gedocumenteerd bij dag, dag bij dag, wat Napoleon meemaakte, wie ben ik, Bart van Loo, dat ik er iets aan bij wil dragen. En toch, je hebt een schitterend boek geschreven, dacht jij, er is nog een niche, een hoek van inval, die is voor mij. Ja. En het staat op de blinken op de cover. De revolutie. De revolutie dat speelt misschien verstoppertje in het geheugen bij veel mensen. 1789. Kort samengevat, op korte tijd worden tegelijkertijd in Frankrijk uitgevonden de guillotine en de mensenrechten. Die hangen als een Siamese tweeling in elkaar verstrengeld. Ambivalentie troef. Dat is een vulkaanuitbarsting. En wanneer de lava wegspoelt, wanneer het stof neergedwarreld is, komt Napoleon tevoorschijn. Napoleon Bonaparte. En die moet over een aantal kadavers stappen. Het kadaver van Lodewijk XVI, Marie Antoinette, gegillotineerd. En dan treedt hij naar voren. Hij is eerst een stip. Hij wordt een getuige, een sneeuwbal die groter wordt en alles opvreet. Zonder de revolutie geen Napoleon. Juist. En zo ben ik hem op het spoor gekomen. Ja. En hoe is het eigenlijk mogelijk, ja, ik stel een veel te grote vraag, maar misschien kan jij hem wel beantwoorden, dat er iemand van Corsica
zo'n klein ventje uiteindelijk op het hoofdtoneel van de wereldgeschiedenis is beland. Als ik hem lees, en ik heb er wel eens iets eerder over gelezen, maar nu zeker in jouw boek. Ja, zo waanzinnig was hij nou ook weer niet. Hij was klein, een beetje onogelijk, een beetje lafaard. Hij was 1,70 meter zo groot als ik, Matthijs, maar bon, ja. Nou ja, goed. Ja, 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 okay, dat weet je dan ook weer. Nee. Ja. Maar kan je dat uitleggen? Wel, heel kort is moeilijk, hoor. Maar, want het is een dik boek. Maar eigenlijk was hij een Corsicaanse gastarbeider. Die nooit aan de bak zou zijn gekomen. Hij zou hoogstens sergeant geweest zijn of kapitein. Maar toen kwam de revolutie en het leger was gedecimeerd. Er schoot niks meer van over. Er waren geen officieren meer. Er was plaats voor jonge, ambitieuze, tomeloos ambitieuze provincialen die naar de hoofdstad trokken om carrière te maken. En hoe meer chaos er was, hoe meer de kans en hoe groter de kans werd voor Napoleon om zich op het voorplan te hijsen. Daar is het allemaal begonnen. Zijn hoed is onlangs verkocht. Voor hoeveel? Voor 1,8. Wat is het bedoel? 1,8 miljoen is die hoed. Het steekt niet op een euro, nee. Ongelooflijk. Ja, hij is nog steeds. Het is toch raar dat er. Want hij heeft toch een aantal slagvelden bezocht. Niet altijd met evenveel succes. Meer dan 3,5 miljoen mensen zijn daarbij gesneuveld. Dan zou je ook toch. Zeg ik goed of niet? Dan zou je kunnen denken. Nou, die staat een beetje in een kwaad daglicht. Zoals ook wel andere veldheren inmiddels in een beetje in een kwaad daglicht. Helemaal niet. Nee, dat is het straffe van Napoleon. Poetsen dat blazoen maar op. Ja, omdat. Ja, en daar heeft er zelf mee voor gezorgd. Napoleon bindt zijn volk aan zich dankzij een uitgekiende communicatie. En zijn verslagen. Van zijn veldslagen zijn belangrijker dan zijn veldslagen zelf. Dat zijn geen verslagen. Dat is heldenepiek waarbij de lyriek van Homeros verbleekt. Leugentjes. Aantrekkelijke leugens zijn het, die doorprikt kunnen worden. Dat doe ik over een stukje in mijn boek. En dat gaat tot op het kleine plan. Bijvoorbeeld Rusland. De terugtocht. Winter 1812, min 25, het vrieste stenen uit de grond. De levende geraamte strekken benen door de Russische steppen met bevroren voeten die klinken als klompen. Er vallen dode raven uit de lucht. Mensen storten zich op paarden, nog dampende, lauwe paardenkadavers. Om daar stukken vlees van naar binnen te spelen. De sneeuw wordt als een soort van lijkwade over het leger uitgestrooid. En dan bestaat het Napoleon om 's avonds in zijn brieven aan zijn vrouw te schrijven, Marie-Louise, ik kan niet wachten op de brief waarin je me zal melden dat onze zoon zijn tandjes heeft gekregen. Hoe kan dat nu? Ook dat is propaganda, omdat hij weet dat die brief kan onderschept worden. En hij wil zelfs dat de mensen van hem denken dat hij in de ijskoude hel van Rusland dat hij er zijn gedachten nog warm en transparant bijhoudt. En in die zin kunnen we dus zeggen dat hij uiteindelijk wel strandt als veldheer, maar overwint als dicterend schrijver. Want als dictator, hij dicteert ook alles wat hij schrijft. Zijn memoires is een stukje geschiedvervalsing. Hij zegt zelf, de geschiedenis is een verhaal waarvan we onderling onder elkaar afspreken hoe het is gelopen. Die onder elkaar kunnen we tussen haakjes zetten. Hij heeft het helemaal geboetseerd. Propagandakunst ook. Je hebt een, heb jij nog iets te vragen? Aan professor Van Loo? Ik weet nu zoveel. Ik wou net zeggen. Niets en we hebben een beetje, want je moet het vooral lezen. En we hebben het je tot nu toe alleen maar gehoord. Maar als we je horen, dan lezen we ook al een klein beetje met je mee. Je schrijft zo flamboyant, is misschien het woord. Ik heb het met ontzettend veel plezier hier gelezen. Ik ben weer heel veel wijzer. Ik dank je. Gaan we binnenkort weer eens over plaatjes praten? We hebben een plaatje. We hebben één plaatje gevonden met Napoleon. Zullen we het zingen of niet? Serge Lama. Is het slecht? Zullen we het laten? Nee, het mag wel. Het is horen, jongens, ik heb het niet gehoord. Het is een musical uit 84, Serge Lama, Napoleone. Ja, bon. Misschien iets anders? Ja? Is dat zo? Ik heb dit boek gegeven aan een fantastische songwriter uit Vlaanderen, Geert Hellings. Ja? Die heeft zich laten inspireren, heeft een aantal Nederlandstalige liedjes geschreven, waarvan één De Schaduw van de Revolutie heeft. Ja? Wij gaan samen op tournee door de boekhandel van Arnhem naar Kortrijk, begin december. En voilà, iedereen is welkom. Dan kan iedereen... Zing jij daar? Nee, hij zingt en ik praat, want dat is wat ik doe. Dat kan je ook goed. Ik dank je wel. Ja.